Dan, OM-topman Gerrit van den Burg is hier over de aanpak uiteraard van de georganiseerde misdaad, de drugsmisdaad vooral. Omdat we u nog niet hierover gehoord hebben, wat was uw eerste reactie toen u hoorde, nu 11 dagen geleden, dat advocaat Dirk Wiersum was vermoord? Nou, in eerste instantie was ik natuurlijk heel erg verdrietig. Een man, midden in de bloei van zijn leven, met een gezin, die, omdat hij zijn werk doet, niet meer dan zijn werk doet, in het belang van onze democratische samenleving, in koele bloed wordt vermoord. Verdriet dus. Ja. Daarna ook wel zorgen, uiteraard. Zorgen en aangeslagen omdat dit gebeurt. Omdat dat kan gebeuren. Echt een flagrante aanval op onze rechtsstaat. Waar we met elkaar zo zuinig op moeten zijn. En waar onze mensen, net zoals rechters, advocaten, journalisten en ook burgemeesters, hard voor werken. En dan gebeurt dat toch zomaar. Ja. Verschrikkelijk. Maar het maakt ook strijdbaar. Er is geen verdachte die zijn strafzaak zal ontlopen. Elke verdachte krijgt de strafzaak die hij verdient. Okay. Dat is... We laten ons niet door angst regeren, uiteraard.